Welkom, abonneer nu. Ha! Oh, wacht. Ha, ha! We hebben bijna de 110.000 abonnees. Abonneer nu, like even. Als je abonneert en je reageert dat je bent geabonneerd, pas sinds nu zou ik weer net zoals ik altijd deed een hartje doe ik gewoon. Echt, ik geef het een hartje. Dat doe ik gewoon. Dus abonneer en veel plezier. En MSF, dit is wat je verdient. We hebben de auto van ze gescoopt, zoals medemens wel je zegt. En dan gaan we nu een dreigement plaatsen. Daar op de plek waar... ik plas nog steeds. Oh, what the fuck. Gaan wij... Stop eens met plassen! Stop! Dan gaan wij nu een papiertje daar neerleggen. Waarin wij gewoon losgeld gaan vragen voor de MSF-auto. En dat ze moeten komen naar de garage achter de bank. Nee, ze hebben hem gevonden. Nee! Nee, ze hebben hem al gevonden. Ik hoop dat ze me zien. Nee, rijd nou niet weg! Maak het nou leuk! Waarom doet hij nou niet gewoon leuk? Wie ben jij? Wat? Luister, alles is kut vandaag. Had je je auto gevonden? Nee. Nee, hij is hier. Heb jij hem gejat? Nee, hij staat toch hier? Oh, hij staat toch hier? Nee! Nee! Nee. Ik heb niks gedaan. Ik heb niks jij gedaan. Ga weg. Nee. Meneer, waarom staat u hier? Je mag niet op de stoep staan, hè? Jij ook niet, meneer de agent. Nee, ja, ik ben... Deze vorder ik je om van de stoep af te gaan. Is niet waar, trouwens. Oh, nee! Ik heb niks gedaan! Jawel, je hebt hem gejat. Nee, dat is niet waar. Ik had hem geleend. Is dat die gozer? Nee, ja, deze nee, heeft hem gejat. Nee, dat is niet waar. Dat is gelogen. Ik ben van de MBSF. Kom, we gaan, collega. Oké, wat ik nu met jou allemaal ga doen, je wilt het niet weten. Jan, ik heb hem! Mooi zo! We kunnen. Even serieus, had jij onze auto gemaakt? Ja, even zo goed om. Wat we nu met hem gaan doen, joh. Ik heb er ook op geplast, overigens. We hebben wat was jij? Op de grond. Die agent die zegt, ja, er zit iemand tegen je auto aan te pissen. Waarom zijn die trouwens geplast? What the fuck? Ja, gaan wij naar het strandhuis? Daar kan ik solliciteren. Okay, nou heb ik... Oké, nu gaan we pakken. Kom hier! Weg, mensen! Rij dan! Deze gozer is niet net te bedreigen. Ook een hier. Uit zijn hondbakloop. Pak hem! Hier! Nee! Wat een hoop, collega! Hier! Collega! Stap in! Rijden! Rijden! Oh. Ik heb niks van. Ik ben net al op de grond. Ik ben net omhoog. Hoor. Oh! Jan! Jan! Nou ben ik het zat. Doe! Ah, nou, we zijn afgelopen! Oh! Pak hem, Jan! Pak hem, Jan! Lorenzo? Hij heeft Lorenzo doodgemaakt, Jan! Hij heeft Lorenzo doodgemaakt! En je auto stappen en wegrijden. Gaat het, Lorenzo? Hoe ben ik daar eens klap met een knop op de grond? Je bent gewoon niet zo, je bent gewoon niet zo sterk. Wat is dit, gozer? Je bent gewoon niet zo sterk, Lorenzo. Met een wapenstok kan ik 20 klappen incasseren met een honkbalknop op één. Hey. Oh mijn god! Alles is kut vandaag. Wacht. Geen zorgen. Het komt goed. Het komt goed. Help! Necrofilie! Blijf ademen, dat is vooral belangrijk. Hallo. Ja, hij rookt. Hij heeft rokersademing. Dat is een medische aandoening, lul. Het komt goed, Lorenzo. Kan iemand even zijn gordel omdoen? Fuck jou, Max. Marcus. Wie is Max? Ja, oké, okay, grappig, grappig. Grappig. Iedereen noemt jou Max. Wie is Max? Wat? Wat? Oké. Okay. Ik ben blij dat ik geen deur heb. Dan kan ik er altijd nog uitspringen. Wat is dit nou weer? Hallo! Je weet toch dat het niet mag? Nou, je hoeft niet zo te schreeuwen. Ik hoor je wel. Achterlijke debiel! Oh. Nou, fijn kennis. Zomaar in een bloemperk, ja! Dat mag niet! Hij is zo agressief, hè. Waar is... Waarom komt hij daar? Hoe kan... Hij is een Enderman. Hij is een Enderman bij de Enderman. Oké. Hij kan teleporteren. Hallo, ben je van mijn vriend blijven? Ja. Nee. Dat vind ik wel lekker eigenlijk. Weet je wat? Dat doe je dan nooit bij mij. Gerard, ik hoor hem al aankomen gewoon. Ontzettend vervelend weer. Jordi. Ja, je hebt een jeugdheld zeker genomen, Elvis. In tegenstelling tot Elvis is die wel dood. Wanneer ga jij een keertje dood?
Wat is dit nou weer? Een voorbeeld daarvan. Die was zo goed. Daar houdt Jan ook wel van, hoor. Er zit wel echt een vibe in de auto hier. Ja, ik heb nog steeds geen deur. We zijn bij het strandhuis. Naar binnen! Naar binnen jij! Ja. Oh, nu! Sorry, sorry. Dit hier, aan de muur, is mijn moeder. Mijn moeder heette eerst... Irma. Wil je even normaal doen? Dus jullie mogen nu allemaal een exotisch gerecht opnoemen. Wat jullie lekker vinden. Een peer. Friet. Patat. Stoofbananen. Een bruin bolletje met gefrituurde octopus en krabsalade. Jij gaat dood. Krabsalon. Dat was hem. Auw. Debiel! Wat? Hoezo? Waarom jij kijkt mij zo aan? Ik heb al ogen. We gaan even opnieuw beginnen. Hoe heette mijn moeder? Irma. Peter! Waarom jij het opa gebeld? Ik heb niks gedaan. Ja, maar als ik hem neerschiet, dan heb ik ruzie met makkers. Nee, dat is niet waar. Schiet maar neer, hoor. Wat doe je 50-50 voor? Allebei 5k. Doe dat ding, dan doe ik het zelfs gratis. Oh. Zo, in je been, ouwe zak. En nu blijven we hier. Oké, Gerard, ik stuur wel een tikkie. Komt goed. Gerard, je krijgt die 5000 euro af van me, oké? Is dat goed? Ik heb pijn. Oké, je krijgt die 5000 euro van me. Komt goed. Neem me mee. Nee, neem me mee. Neem me mee. Arme Gerard ligt daar nu gewoon dood te bloeden. Hey, wie kreeg ik nou 5000 euro? Ik had mijn vingers gekruist, grapje. Krijg jij 5000? Waarom heb jij je ogen dicht? Doe je ogen eens open. Nee, ik mocht je al niet meer aankijken. Doe je ogen eens open, gast. Jee. Oorlog. Hey, hij nakt je auto. Hij scoopt gewoon je auto. Hey. Niet doen! En nu blijf je staan! Gozer, ik heb hier een vuurwapen! En nu blijf je staan! Gozer, we kunnen niet weg. Ja, kom maar goed, Jan. Kom maar ik zou willen dat Henky zo was. Hij snapt mij op een intellectueel niveau. Wacht, ik ga hem afhalen. Wacht, Jan. Nee. Jawel. Oprecht, zo'n hekel aan die gozer. Oh god, die gaan we halen. Wat? Jezus, je bent echt een droeftoeter. We gaan er wel komen, jongens. Hey Henkie, stop eens met duwen! Nee! Henkie, heb je een midlife crisis? Ik kan hem monteren, meneer. Ik zal hem even maken. Beetje bijgassen. Ja. Nog meer. Ja? Dit kunnen we niet. Help even. Dit is goed. Help! Ga niet zo! Maar de auto is nog steeds stuk, toch? Wat gebeurt hier? Help! Ik ben sterk! Ik ben heel sterk! Dit kunnen we! Dit kunnen we! Dit kunnen we! Wat de fuck? Ja, ik word moe. Ik ben moe aan het worden. Ah, dat kost heel veel kracht. Ben je of niet? Dat kost heel veel kracht. Jan? Die is hierachter staande gehouden. Ja. En nu dit. Dus we zijn Jan kwijt. Heftig, ik ga even kijken. Wie zijn er allemaal aangehouden? Ik zie Lorenzo is aangehouden. Volgens mij is die Guus. Meekomen voor Jan Klom. Guus is aangehouden. Jan. Ik zie Guus, ik zie niet Benali. Hij zit nog in de auto. Welke auto? Oh, die zit nog in de... Ja, daar. MBSF auto. Oh, ze hebben ook nog de guns gericht inderdaad. Oké, Guus is inderdaad aangehouden. Die worden allemaal meegenomen. Waar de fuck is Jan dan? Ik zie hem niet. Oh ja, daar heb je Benali. Die is inderdaad ook aangehouden. Oh, Gerard belt me nu. Hey Gerard, hoe is je dag? Wat ben jij, lul? Hoezo? Hoe is je dag? Ja, nee. Ik werd neergeschoten en jij vond het allemaal wel prima. Ja, maar je krijgt 5000 euro. Van wie? Van Guus. Echt? Ja, van Guus krijg je 5000 euro, geen zorgen. Ja, maar daar heb ik wel een hele operatie voor moeten doen. Nee, het komt helemaal goed, jongen. Niks aan de hand. Niks aan de hand, ik lig in niks aan de hand. Nee, dat komt goed, Gerard. Oh, nee. Guus geeft je 5000 euro voor de maar kon het niet gewoon zonder schot en geen 5000 euro? Nee. Doe je dan? Dan Gerard, ik hou van je. Ik kan niet ophangen. Ik ook niet, waar is ons gesprek? Ja, ik zie het. Gerard, nee. Ik wil niet voor altijd met jou bellen. Het is wel interessant. Ons gesprek is weg. We zijn gewoon een goed... Dat zijn gewoon een... Wat nou als ik je opnieuw bel? Oké, ja, maar... Ik bel... Hey, Marcus! Hey, Gerard!
Hoe is het? Ja, goed en met jou. Ja, ook al goed. Nog iets bijzonders gehad deze dag? Ja, ik ben geschoten.